Dit zijn Berend, Yunus en Pier, drie vrienden voor het leven die gingen vissen. Ik zag dat een ekster de blinkende kroon van het hoofd van een deftige prins pakte en wegvloog. Vlakbij zaten jongens aan de waterkant. Mijn kroon is weg, dacht de prins. Hij keek verbaasd om zich heen. En toen zag hij iets blinken in het netje van de jongens. Dat was geen vis. Drie onschuldige vissertjes die de schuld krijgen van het stelen van een kroon. Daar moet ik iets aan doen, dacht ik. Want ik ben niet voor niets supersint. Vanaf die dag vroegen mensen mij om hulp als ze gestraft dreigden te worden voor iets dat ze niet hadden gedaan. In mijn grote rode boek kan ik namelijk van iedereen zien wie lief is geweest en wie zijn best heeft gedaan.